Hallo YouTube en welkom bij mijn kanaal Budgeting Dutch. Er staan al een paar video's van mij online op dit kanaal, maar toch wil ik nog even deze video maken om me een beetje voor te stellen. Nou, dit is dus Budgeting Dutch en op dit kanaal wil ik het vooral hebben over geld. En dan vooral over hoe kan je goed omgaan met geld, hoe kan je slim zijn met geld, hoe kan je geld voor jou laten werken. En niet met allerlei ingewikkelde investeringsmodellen en hoe word ik rijk in één dag verhalen. Maar gewoon hoe kan Jan Modaal goed met zijn geld zijn? Hoe kan hij zijn salaris zo handig mogelijk besteden? En dat vind ik belangrijk om het daarover te hebben. Want er heerst nog steeds een enorm taboe over praten over geld, heel openlijk. En dat is jammer, want we kunnen denk ik heel veel van elkaar leren. Ik heb het nooit echt geleerd op school. Ik heb een paar lesjes economie gehad. En dan moest je de balans opmaken, dat weet ik altijd nog wel. Snapte ik helemaal niks van. Kwam nooit op nul uit bij mij. Of waar het dan ook op uit moest komen. En dat vind ik nu jammer. En nu denk ik, oh, had ik toen maar geleerd om gewoon, hè, niet de financiën al voor bedrijven en zo te leren, maar gewoon, hè, het woord zegt het al, personal finance, gewoon je persoonlijke financiën goed te kunnen beheren. Lijkt mij echt een hele waardevolle vaardigheid. En nou ja, bij mij thuis werd ook nooit echt heel uitgebreid over geld gepraat. Niet in de detail van hoe mijn ouders nou precies hun geld uitgaven. Welk percentage spaarden ze? Wat gaven ze uit aan kleding? Ik heb geen idee. Mijn ouders waren wel gewoon voor zichzelf goed met geld, dat weet ik wel. En nou, dat is hartstikke fijn, want daardoor heb ik een hele zorgeloze jeugd gehad. Maar eigenlijk helemaal niet geleerd hoe je nou ja, zo goed mogelijk met je geld omgaat. En daarom dit kanaal. Want ik wil dus maar dan heel graag mijn financiën delen, zodat anderen daar misschien wat van kunnen leren. En ik hoop dat sommige mensen daarop reageren en misschien mij hun situatie vertellen. En dat ik daar misschien weer wat van kan leren. Dus ja, dat is eigenlijk wel het doel van dit kanaal. Ik zeg dus, ik wil heel open zijn over mijn financiën. Wel met een kleine aantekening. Je zal mijn gezicht waarschijnlijk niet echt gaan zien op de video's. Dat klinkt misschien een beetje hypocriet. Maar ik ben niet iemand die heel graag in de schijnwerper staat. Dus het zullen met name mijn handjes zijn die je ziet in mijn budgetvideo's. En verder wil ik, als ik video's maak over andere onderwerpen, dan zullen het video's zijn zoals deze met gewoon wat leuke ondersteunende plaatjes erbij. Misschien is het soms alleen maar geratel van mij. En kan je het lekker aanzetten als je gaat wandelen. Een beetje een podcastachtig idee. Maar ja, ik en mijn gezin zullen redelijk buiten beeld blijven. En dat gaat misschien nog wel veranderen. Misschien krijg ik ooit wel de lef dat ik denk, kan mij het schelen. Ik ga gewoon met mijn camera. Ik ga gewoon met mijn hoofd vol in beeld. Maar voor nu heb ik daar nog even geen behoefte aan. Ik ben Suzanne. Ik ben getrouwd met mijn man Dennis. En in 2017. Maar wij hebben al totaal bijna 13 jaar verkering. Ouderwets, hè? Verkering. Ja. Dus wij kennen elkaar al een stuk langer. En in 2017 kregen wij ook ons eerste kindje, een dochter. En dat is gewoon een heerlijk kind. En ik denk ook wel dat het kwam na de geboorte van mijn dochter dat ik dacht, nu moet ik goed zijn met geld. Nu heb ik de verantwoording over zo'n hulpeloos wezentje. En ik heb een hele onbezorgde jeugd gehad qua geld en dat gun ik haar ook. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Een kind heeft alleen maar liefde, eten en nou ja, een dak boven het hoofd nodig. Maar gevoelsmatig wil je je kind toch graag wel wat meer geven. En dat is ook gewoon dat ze, als ze op een sport wil, dat ze dat kan doen. Dat ze
lekker mee kan op vakantie. Niet dat we er thuis achter zouden laten, maar dat we dus als gezin op vakantie kunnen. Minimaal 1 keer per jaar. Dat ze kan studeren wat ze wil. Dat je daar een financiële bijdrage aan kan leveren. Dat zou ik gewoon heel graag willen. En ik dacht heel lang heel erg van, met onze salarissen, oh, daar kunnen we niks mee. Maar nou, het lijkt mee te vallen. Verder hebben we nog een hond. En dit is niet een foto van onze hond. Maar dit plaatje vond ik gewoon op internet. Dus als je denkt, hé, dat is mijn hond. Ja, ik vond je plaatje gewoon ergens op een rechtenvrije fotostok afbeelding site. Hoe noem je dat? Dus, maar het is wel een golden retriever. Dus we hebben nog een hond. En we hebben een kat. En nou, dit is ook niet onze kat. Waarschijnlijk wel een beetje hetzelfde merk. Hij lijkt er wel op. En ja, de hond is gewoon een vriendje. De heerlijk beest. En de kat gedogen we. Nee, zo erg is het niet. Het is geen dierenmishandeling horen in het huis. Maar nou, de kat is wel een beetje een kreng. Maar hij hoort gewoon bij het gezin. En ja, ik zei het al een beetje toen ik het over mijn dochter had. Ik denk dat toen wel het moment kwam van, wij willen goed zijn met geld. Vooral bij mij kwam dat, denk ik, als eerste vandaan. Meer dan bij mijn man. Dat ik dacht, ja hallo, we moeten wel dit persoontje een goed leven gaan geven. En of je nou wil of niet, dan hangt er wel heel veel af van je financiële situatie. Ik bedoel, als je dingen wil, kost het bijna altijd geld. Of je nou wil of niet, hoe idealistisch je ook bent en dat je alleen kan leven van de zon en wat de natuur je biedt. Heel veel meer is er wel mogelijk met geld. En ik weet nog, toen we mijn dochter kregen, toen hadden wij een heel plan, in ieder geval. Ik wilde, wij wilden voor een kindje gaan en ik had helemaal berekend, nou, als ik nou elke maand €200 opzij zet en het duurt minimaal een jaar voor je zwanger wordt en dan ben je nog 9 maanden zwanger, nou, dan hebben we toch, wat heb je dan bij elkaar? €3000 ruim? Nou, zoiets. En daar kan je dan al je babybenodigdheden mee kopen. Nou ja, ik was al na 1 maand zwanger. Dus daar ging mijn berekening. Heel blij natuurlijk, heel dankbaar. Maar uiteindelijk, mijn dochter geboren. Toen kwamen we er ook soort van, ja, naïef achter. Ja, nu hebben we en een golden retriever. Hoe burgerlijk wil je het hebben? En een dochter. En we willen ook nog op vakantie. Maar dat gaat niet passen in onze Renault Clio die we op dat moment hadden. Dus we moesten ook nog, stel op sprong, een nieuwe auto. En nou, daar zat ik dus met mijn pasgeboren dochter in mijn armen. Helemaal op mijn roze wolk. Maar wel met een spaarrekening van misschien nog €1000. En dat voelde toch niet goed. En het heeft nog een hele tijd geduurd voordat ik er ook echt wat mee ga doen. Maar vorig jaar, september, ben ik eigenlijk voor het eerst een budget gaan maken. Ik dacht, nu wil ik wel potverdorie eens weten, wat komt er nou eigenlijk binnen in dit gezin? En waar geven we het in vredesnaam allemaal aan uit? En dat ben ik gewoon gaan doen door het op papier te gaan zetten. Geen Excel-bestandjes, niks ingewikkelds nog. Gewoon even op papier zetten. Wat zijn onze salarissen? Welke toeslagen krijgen we? Wat krijgen we elke maand terug aan de voorlopige teruggaaf? De toeslagen zei ik al, kinderopvangtoeslag. En waar geven we het aan uit? En dat kan je natuurlijk gewoon heel makkelijk bekijken door even je online bankieren, ja, omgeving even door te spitten. Of even door te spitten. Ik ben er wel even mee bezig geweest hoor, want als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. Dus ik heb het volgens mij niet gelijk van de maand ervoor uitgezocht. Maar ik denk, nou, doe gewoon gelijk heel jaar 2019. Nou, dat heb ik gedaan. En nou, dat geeft je gewoon zoveel inzicht. En
ja, dat is gewoon echt een eye-opener geweest. En toen ben ik ook echt informatie gaan zoeken. En boeken gaan lezen. En blogs gaan lezen. Ik zat er helemaal in. En ja, en uiteindelijk ook dit kanaal begon. Eerst in het Engels. Maar nou, daar voelde ik me toch niet zo comfortabel bij. Ik kon niet persoonlijk genoeg maken. Omdat je, ja, je spreekt toch niet je moederstaal, laat maar zeggen. Ik merkte dat heel veel. Ik had niet veel kijkers hoor, jongens. Maar de mensen die keken kwamen uit Amerika. En de situatie daar is heel erg anders dan hier. Dus dan had ik ook weinig raakvlakken mee. Dus ik ben het toch in het Nederlands nu gaan doen. En we hebben spaardoelen opgesteld. En eigenlijk vooral aan het begin van dit jaar ben ik echt even met mijn man om de tafel gaan zitten. En zijn we voor het eerst sinds we, nou ja, toen we 12 jaar samen waren, hebben wij financiële doelen gesteld. En dat klinkt ook verschrikkelijk saai. Maar het is leuk, mensen. Het is leuk om financiële doelen te zetten en ergens naartoe te werken met z'n tweeën. En het motiveert enorm. En je kan elkaar af en toe even aanmoedigen. En ja, als mijn man iets verkoopt via Marktplaats, hebben we allebei zoiets van, hup, yes, weer iets extra's wat naar de spaarrekening kan. Het is echt leuk. Dus wij hebben financiële doelen gesteld aan het begin van het jaar. En daar zal ik nog een aparte video over maken. Ik heb hem wel op mijn kanaal staan in het Engels. Maar nou ja, laat ik die nou ook maar in het Nederlands maken. En ja, wij zijn helemaal gek geworden van sparen en extra aflossen op de hypotheek. En ik ben zelfs gaan beleggen. Nou, dat had je echt een jaar geleden nog, had je mij dat niet moeten vragen. En heb ik nou zo enorm veel verstand van financiële zaken? Nee, helemaal niet. Ik heb nooit. Ik vond economie een verschrikkelijk vak op school. Ik werk in de zorg, omdat ik dat leuk vind. Maar nee, ik ben nooit. Ik ben ook niet heel materialistisch. Ik hoef geen dure dingen. Daarom denk ik dat ik me er nooit genoeg voor heb geïnteresseerd. Maar nu ik het wel doe, is het wel heel fijn. En geeft het zo'n rust. Ik had altijd het gevoel van, nou ja, we hebben een soort schaarste gevoel. Ik ben een soort blijven hangen van toen ik mijn man dus 13 jaar geleden leerde kennen. Toen werkte hij wel al, ik studeerde nog. Dus hij had een, hij had niet zo'n hoog inkomen. Ik had alleen maar een studiefinanciering. En ik had een bijbaantje. Maar dus ja, toen hadden we het niet heel breed, maar hadden we ook natuurlijk nog niet zoveel kosten. Maar ik ben een soort in mijn gedachten blijven hangen met, nou ja, wij verdienen niet zoveel. En toen ik op een rijtje ging zetten wat er me nou eigenlijk allemaal binnenkwam, toen dacht ik, nou, dit valt eigenlijk reuze mee en hiervan kan je best wel heel leuk leven. En het is echt belachelijk dat je dat dan pas gaat beseffen, maar zo werkte het wel voor mij. En toen dacht ik opeens, ja, maar hè, als ik nou nog even iets meer let op wat er uitgaat aan de boodschappen. En als ik even al mijn vaste lasten doorloop en kijken waar ik daar nog kan besparen. Dan kunnen we ook nog heel leuk sparen in de maand. En ja, dan kan je spaardoelen gaan stellen en dan kan je ergens naartoe gaan werken. En dat, nou ja, dat geeft gewoon heel veel rust. Het schijnt ook wel dat heel veel ruzies tussen mensen in een huwelijk of zo gaan heel vaak over financiën. En dat kan ik me echt wel voorstellen. Niet dat wij daar ruzie over hadden, maar ik kan, ja, daar kan me wel voorstellen dat daar spanningen over ontstaan. En als dat opgelost kan worden door zoiets simpel als een budget maken, hey, echt, ga het doen, mensen. Ga het gewoon doen. En ik zeg het nu heel makkelijk, ga het gewoon doen. Ik denk dat ik ook nog wel video's ga maken over hoe maak je dan een budget. Want het klinkt heel simpel. Kijken wat er inkomt, kijken wat er uitgaat. En hou je dan nog wat over onderaan de streep. Dat is mooi. Kan je het misschien nog wat sparen. Maar nou ja, er komt misschien nog wel iets meer bij kijken. Dus daar komt nog wel een videootje over. En dat budget is echt de eerste stap. Als je dat hebt, dan kun je slim gaan zijn met geld. Dan kan je dus kijken van, hey, als ik het nu op een spaarrekening zet, dan heb ik een financiële buffer.
En is niet bij een kapotte wasmachine dat we gelijk in de problemen zitten. Dat is slim. En als ik die buffer compleet heb, dan kan ik misschien gaan sparen voor die verbouwing in de toekomst. En hoef ik daarvoor geen tweede hypotheek te nemen of een lening of weet ik veel wat. En als ik dat doel heb bereikt, dan kan ik misschien wat extra gaan aflossen op die hypotheek. Om mijn maandlasten nog meer naar beneden te krijgen. En misschien heb ik wel als doel dat ik wat minder wil gaan werken. En als die vaste maandlasten minder zijn omdat ik nu extra aflos op mijn hypotheek, dan kan dat. En ik wil in de toekomst wil ik niet werken tot mijn 70ste, moet ik volgens mij, 70,4 jaar. Maar ik wil gewoon op mijn 65ste kunnen stoppen of misschien wel op mijn 60ste. Ja, misschien is het dan wel slim om te gaan investeren. En nou ja, dan ben je dus, denk ik, slim met geld bezig. En daar is heel veel informatie over te vinden. En er zijn heel veel mensen zijn daar helemaal idolaat van. En je schrijven de blogs over. En schrijven de boeken over. En ook op YouTube is er genoeg informatie te vinden. En ik zeg helemaal niet dat ik de expert ben. Dus er zullen ook weinig video's komen van doe dit met je geld. Want dan ben je slim bezig met geld. Maar ik wil wel laten zien van hey, ik doe dit met mijn geld. Wat gebeurt er? Ik ben ook maar gewoon een persoontje met een parttime baantje in de zorg en een gezinnetje en een burgerlijke stationwagen en een golden retriever. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Maar goed, dat was hem. En niet zo'n korte introductie, maar wel gewoon even mijn verhaal. Even waarom ik dit kanaal überhaupt ben gestart. En ik hoop dat er mensen het leuk vinden om mij te volgen op deze financiële reis. En ik zie jullie graag bij een volgende video. Als jullie deze video leuk vinden, kan je duimpje omhoog klikken. Als jullie mij dus inderdaad willen gaan volgen, klik op de rode abonneren knop. Hoop jullie dan weer snel te zien in een volgende video. Dag!